Hallo kijkers van Nieuwte, ik ben Mark en ik ben vandaag weer met Escape Road, de Drekslayer. Volgende week ben ik hier gebleven en we zijn dus weer verder. Oké. Okay. Bang die shit. Sure. An experience test. Oké, wat de fuck zit daarin? Spawn lava letter. Dus al op welke skill ben je? Hoppa, ben je level 32. En ik kom met level 51. Beginnen we de dag goed. Just space dust. Dan gooi je er ook wel even bij op. Medium meteorite. Oh, ja, ook een pay. En nog eens een level omhoog. Oh ja, lekker. Oké, maar ik wil vandaag dus eventjes even kijken. Misschien mijn constitution even een level omhoog gooien. Hopelijk hebben we daar een beetje tijd voor. Of in ieder geval nog 1 à 2 pre-skills. We kijken wel eventjes waar we het zo houden. En ik wil ook nog eventjes kijken, want volgens mij... Ja, nee, ik ga er gewoon nog eventjes opzoeken wat voor een quest ik beter kan doen om combat te trainen. Dat is niet echt. Dat lijkt me wel verstandig. Quest. Ja, daar gaat de eerste. Die big bones ook maar even pakken. Om het dus zo. Prayer level 37 hebben. What the fuck dat is. Ik ben van hey, sure. F2P. Nog één. Oké. Combat XP. Oké. Rewards. FVP. Set rewards. Vampire Slayer. Nou, die hebben we sowieso gedaan. Cooking. 300. Cooks assistant. Crafting. Defense. Dragon Slayer. Maar dat lijkt me niet gewoon handig. Dus Ghost geeft prayers, winnings, strength. Ja, niet veel dus. Oh, niet daar walken. Mooi. Oh, nee. Ja, dat lijkt me logisch. Gewoon level 1 om de Dragon Slayer quest te completen. Nee, dat kan niet. Het zal vast wel kunnen, maar... Lijkt me niet echt logisch. Weet je wat, ik ga gewoon eerst even prayer omhoog halen en daarna gaan we wel gewoon even een questje doen. Dat lijkt me ook wel eens een keer leuk. Want iedere aflevering die ik maak, dat zit ik echt alleen maar in deze grot. Ja, leuk en alles, maar een keer is het ook wel eens goed om even wat anders tussendoor te doen. Weer een hele giant minder. Hoppakee, weg daarmee.
beetje healen. We hebben 61 XP. Hebben we vandaag in ieder geval wel weer lekker een preen bovenop gegooid. Dat is wel fijn. En waarom hebben ze dan botten op een plek gezet waar je niet eens bij kunt? Beetje logisch. Nou ja, we zijn in ieder geval bijna level 24 met de prayer. Twee afslachten en dan goed. Kunnen we zeggen dat we in ieder geval wel 3 levels omhoog zijn gegaan per jaar. Hoppakee. Nou, zien. Welke zullen we doen? Beneath Curse Tides? Nee, daar hebben we meer dingen nodig. Ja, laten we deze doen. We hebben tenminste wat meer Constitution XP. Moeten we naar Remington toe? Ja, eerst even kijken, wat hebben we er eigenlijk allemaal voor nodig? Equipment is food might be useful. Ik kan eigenlijk eerst wat eten op. Dan moeten we naar Remington toe. Het dorpje wat nauwelijks ergens wat we voor gebruikt eigenlijk. Zijn nou aan het doen dan? Ga je nu? Oké, pakken we wel gewoon even wat lobster. Oh. Zat 10 lijkt me goed. Fuck, daar heb ik 48 lobster voor nodig. Tuna. Nu naar Remington toe. Het dorpje naast Port Serim. Oké, naar Remington toe.
ook hier ergens zijn in Remington. Serum in de Remington. Misschien een plekje ergens. Oh. Hier. Tactolucie. Voor de voice actor dat vind je blijk worden. Ja. Wake up, Waylon, wake up. Come on, you great drunken oaf. This isn't funny. No, everything okay? Watering thing makes no sense. I've heard rumors of man affected like this. I just lie there. I don't know what to do. Well, I ain't going to turn you down. I should warn you, though. A warrior named the Raptor came here before you and offered to help. He terrified me. I'm not ashamed to admit it. I gave him a restless sleep potion. Old Resta, she said it would let me. He drank it and then seemed to fade away to somewhere else. I'm not afraid to say that I fear the Raptor. He has stories about him. Protect my Waylon, would you? Okay, accept. Quest. You need this if you want to. Okay, dus wat moet ik nou eigenlijk? Oké, dan moet ik hem dus gewoon volgen. Dus. Is dat nou ja? Dreaming Soul. Oh, dus is hier naar binnen gegaan. This story starts under the sea, in the home of my sisters. In that home, I felt. If you're here to stop me, then you have a problem. That problem is standing in front of you. It's too late to. Come to me, my men. Gather to the only thing left to do is kill. Keep your distance. Don't try. Die raptor, die ben ik wel eens tegengekomen. Bij Les Dives in Karang, eigenlijk. Daar is er ook eentje. Flyfish drift on northern wind. Goldfish best in the season. Dus we moeten eerst waarschijnlijk naar het noorden toe. En daarna naar het westen, lijkt mij. Oké, okay, van het zuiden naar het oosten. Zuiden naar het oosten. Dat is deze kant op. The sailors on the dock heard my song. And I could see that then they stepped into the sea. I lifted the dead bodies back onto the land. My sisters taunted me. Okay, dan moeten we die zielen volgen. Okay, die gaan dus hier allemaal heen. Symbols discovered.
Oké, hier moeten dus allemaal van die symbolen liggen ergens. Misschien hier nog een gezintje. Misschien hier deze de noordkant. Kan ook. Door appears. Wow. What is this dude? Oh, daar. Oké, we gaan een beetje rondzoeken waar die... As I learned new songs, I found I could affect men in other ways. One song allowed me to attract the souls of dreaming men. They would love me. Het ziet er een beetje uit dat iedere hoek al een van zo'n gebeuren heeft, ongeveer. Blijf gewoon een beetje rondklikken en dan zie je wel waar ze waarschijnlijk moeten liggen. Night or day. I was surrounded by those who loved me, and I loved them back. I found myself walking the world, sharing the love. It was overpowering. It came so easy to a furious soul. It burned with. And the door. Die gaan daar omheen. Nou, iemand heeft een verder een cape van 5 jaar. Gefeliciteerd. I approached the furious soul. It screamed as if on fire. So I cried a tear. And the water. Oké, ik weet niet wat ik hier precies moet doen. Ziet er eruit dat er iedere berg een van die planten heeft ofzo? Oh nee, nee, nou maar. Welke kant moet ik eigenlijk op? Ik was even kijken wat hier is. Oké, nou eens even zien wat hier is. Deze.
gewoon een beetje kijken welke kant ik eigenlijk op moet. Kijk, wat staat hier? Als je het in de film vond, dan zullen we waarschijnlijk deze hebben. Deze die heeft dan de takken allemaal, weet je. The soul felt new growth and purpose, but it needed time to become strong. En dan met de cobwebs. Got it. En nu heb je de boom zelf. Met natuurlijk een root. Die ons deze kant op laat gaan. And then there was darkness. My but that story is for another time. All that is left is to repeat. Come to me, my men. This tale starts under the sea. Nou, die lopen dus. Die kant op. I guess this is the end of the line. No one could make that jump and survive. It would be foolish to even try. En toch gaat hij doen. Dan lijkt het me ook dat ik dat ook wil doen. Oeh, dit is ook hartstikke lekker. Kom met XP! Oké, neem jij even. Ja, ik heb toch wel van levens en alles en Jonas en alles.
Fucking Yoram van Dodge SSD lopen. Maar als jullie van de lokker op terug zijn. Geef me dan misschien niet zoveel XP in, maar het is beter dan niks. Stop! You can't be here. This is our island. You need to get back on the ship. She doesn't like trespassers. You'll make her angry. Better leave before she finds. She'll send you right back on your boat. How can I believe you, trespasser? Still, I will sing the waking song. Then drop dreams, ballast, and let the sun. Gods! No! No, this can't be! What infernal place is this? What has been done to me? Wake from a dream to return to a nightmare. No, I... Oh no, the old lady, the dragon. She must have been using me. I know it's only a small means of reparations, but my waking soul, if you can let me out, I might be able to repay the favor. I know an introduction won't help. When I was eaten by the dragon, I wore a necklace of some power. Found you! I'm going to... Time to die! No! Please! Killing her is the only way to stop it! That's right. If we can... All you have to do is... Fine! You get us out, and I'll let you live. But... I understand. Grab my creep. Nou, oh, dit gaat nog best wel makkelijk. Nou, daar heb je de trein. Oké, okay, nou, dan hebben we deze quest al weer compleet. Oh, bij deze deur. I cannot thank you enough. Thank you. Quiet, Waylon. We're in your debt. Hoppakee. Nou, maar ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop dat ik van de gif van mijn kanaal. En dan zie ik me weer. Later.